Hallo mensen en super tof dat jullie kijken bij weer een gloednieuw video op mijn kanaal. Mijn naam is Tex en vandaag zit ik weer in Fortnite. Ik ga vandaag voor jullie weer een paar potjes, ik ga voor jullie vandaag weer een potje Team Rumble spelen. En hopen dat ik gewoon weer lekker ga met kills pakken en dat ik goede loot heb en alles daaromheen. En waardoor we weer even een goede win kunnen pakken. Natuurlijk geen goede win, want ja, dat moet een solo of een squad of iets daar in de richting worden. Kijk, hoeveel wins hebben we? 95. Oh, even zo. 95, 97 en 95. Trouwens, dat heeft allemaal mijn broertje gehaald. Dus ik denk niet dat ik een sikke pro ben of zo. Dat snap ik niet zo. Maar goed, we gaan even een paar potjes spelen. Ik bedoel, één potje, zeg ik het weer, hè. We gaan even een potje spelen en lekker veel kills pakken en alles. In ieder geval, hebben jullie nou al heel erg veel zin in? Doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. En dan gaan we snel dat potje maar in. Zo, daar zijn we. En we gaan denk ik naar Lazy. Ja, de bus vliegt niet helemaal goed. Oh, dus we gaan denk ik... Wacht. We gaan naar Retail. Hey, ja, zo. Ik ga hier naartoe. Zo, pakken we Hondenhokhuis weer. En dan kunnen we daar even wat goede loot halen. Even kijken. Oeh, de cirkel is wel helemaal poep. Maar goed, dat maakt niet uit. Want ik ga gewoon hier heel retail looten. En dan kunnen we daarna gewoon ons dood laten vallen. En dan hebben we gewoon goede loot en in de cirkel. Dus dat is hoe we het gaan doen. Hier zo is Hondenhokhuis. Dus hier kunnen 3 kisten zijn. Ik weet niet of dat zo is. We landen hier ook gewoon echt helemaal alleen. Tenminste, niemand van mijn team. Maar goed. Zo. Oeh. Charge. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Trouwens, ik hoor nog een kistje. Even kijken hoor. Oh ja, is dat weer een charge? Jammer. Hé, SMG. Kijk, 2 big pots. Dat is chill, want dat kan ik makkelijker stacken dan big pot en minis. En we gaan dat pas innemen als we bij de cirkel zijn. Maar goed, dat kan nog wel even duren. Weer een charge. Ik vind dat echt niet chill, die shotguns. Maar ik denk dat er nog wel wat andere shit hier ligt. Zo. Zo. Oké, we gaan even de winkeltjes bij langs. Er zitten niet zo heel veel mensen in ons team, maar het is op zich redelijk genoeg op zich. Het is gewoon prima. Dus, zo, ja, kijk, we kunnen hier zo via hier naar binnen. Beurs, nou, die hoef ik niet, maar er is hierboven nog een kistje. Zo. Oké, minis ga ik niet meenemen. Want ja, trouwens is wel heel handig, maar nou, tenzij ik uit deze kist bijvoorbeeld nog meer minis krijg. Nee. Hé, dit vind ik wel een chille SMG. Hier ligt er nog zo'n een. Oh shit, de cirkel komt nu al. Dat is een beetje te vroeg eigenlijk. Maar goed, jammer dan. Even kijken wat hier ligt. AR-ammo en nog meer AR-ammo. Oké, we hebben tot nu toe echt dikke poeploot. Ik wil sowieso van mijn charge shotgun af. Anders dan is het helemaal poep. Oeh. Een gouden pistool. Die ga ik meenemen. Want dan pak ik die andere mini straks ook nog even. Zo. Kom op. Er moet even... een andere shotgun ergens nog zijn, toch? Hier is nog een kistje, ja. Chuck splash. Kan ik het nog even iets langer volhouden hier in de storm? Want ik moet die minis ook nog pakken. En misschien kom ik nog wel even goede loot tegen. Hier is nog een kistje. Oh. Weer zo'n goud wapen waar ik echt niks mee kan. Geef me dan gewoon een gouden shotgun en een AR. Want die geven ze dan niet. En dat vind ik wel een beetje jammer.
Kijk, hey, dat is heel erg chill. Een skarretje. Zo. Ik was nog bijna vergeten om dat te looten. Dan loot ik het en dan krijg ik een scar. Daar ben ik echt blij mee. Hier in de bus is ook nog een kistje, denk ik. Oh, ja, zo. Zo, zo, zo. Vind ik iets makkelijker. Dan krijg ik ook nog wat metaal. Kijk, die is al beter. Hier ligt nog, ik heb geen idee wat hier ligt, maar er is sniper ammo, dus ik pak dat ook maar even. En dan hebben we denk ik nu al genoeg geloot. Tenminste, we hebben nog maar 30 HP. Dus we gaan het niet zo heel lang meer volhouden. Even kijken of hier nog een kistje is. Die kunnen we nog wel even snel meepakken. Zo. En een medkit, maar die hoef ik niet. Ah, deze kist hierboven, die kan ik niet meer pakken, helaas. Oh, die zat ook hierboven. Nou, maakt ook niet uit. Zo. Oké, we hebben in ieder geval even lekker veel geloot. Ik weet niet hoeveel er nog van ons team zijn. Even kijken. Als die even klaar is met respawnen. Nu dan. Of nu misschien. Hallo, ja. Oh, 11, 13. Oké, dat is prima. Is hier nog een drop ergens? Hé, hey, daar is een drop. Zijn hier wat mensen? Ja, er zijn hier wat mensen. Nee, er zijn trouwens helemaal geen mensen. Oh. Zo, ik weet niet wat dat gouden ding is. Maakt me in principe ook niet zo heel veel uit. Het is een paarse charge trouwens, die ga ik niet meenemen. Even kijken, daar is nog een big pot, die kan ik innemen. En dan hebben we 100-100, dat is wel chill. Zo, even lekker deze slurpen. Hé, dan gaan we ook nog even naar die drop toe. Tenzij die andere guy daar naartoe gaat. Ja, oké. Prima. Kunnen wij nog even wat andere mensen gaan zoeken om die even lekker door een kopje te gaan schieten. Lieve, wel wat mensen de hele tijd. 18 is het nu nog. Zijn nog mensen over. Maar goed. Ik vind het allemaal prima, zolang ik maar kills kan pakken. Gaat hij niet die boom in, toch? Yes, oké. Ik geef toe, dat was een lucky headshot. Maar goed, ik heb hem toch wel gekilled. Dus, dat is nice. Land hier ook overal drops. Maar hier zijn nog wat guys. En toen was ik door mijn hoofd gesniped. Oké, maakt niet uit. Dan kunnen we ook gewoon nog even een beter plekje zoeken. We staan wel een beetje achter. Dus we moeten daar wel een beetje mee opschieten. Met kills maken. Dat moeten we even lekker snel doen. Hier is nog een guy. Hé, die heb ik net ook gekilled. Oh mijn god. Ik word weer gesniped. Ik word weer gesniped. Hoe hinderlijk is dat? Hé, die spant gewoon ammo. Even kijken. We kunnen dit wel even eten. Shit. Oké. Joh, maakt niet uit. Kijk hoor, hier is nog iemand. Yo, dit meen je echt niet. Dit is gewoon super net, man. Deze game is super net, man. Even kijken hoor. Er zijn niet zo heel veel mensen in deze game. Oké, die heb ik even gekilled. SMG emulation krijg ik gewoon 10.000 XP voor. Dat is wel best wel nice, want dat is gewoon... Hey, 10.000 is lekker veel. Dat is gewoon lekker. Gewoon lekker veel. Ik vergeet ook de hele tijd mijn minis in te nemen. Nee, shit. Ik moest reloaden met mijn SMG.
Daardoor kon ik hem niet... Ik had een 75 headshot namelijk. Misschien moet ik eigenlijk ook wel eerst even healen. I don't know. Het zal wel. Ik ga hier even... Weer die guy die mij probeert te snipen, hè? Shit. Oké, okay, maar we hebben wel even een kill gepakt. Ja. Oh, hier is een guy. En die gaan we even van achteren pompen. Of toch niet. Hij had mij even een dikke headshot gegeven. Dat is een beetje jammer. Oké, want hier is het gewoon best wel druk. En dat vind ik een beetje saai. Ah, shit. Hij heeft zo echt zo'n chille shotgun. Die wil ik ook hebben. Maar goed, ik ga nu niet meer looten. Dat had ik dan maar eerder moeten doen. Eerder die loot moeten vinden. Echt, die guys hier, oh, die zijn ook best wel goed. Deze boom staat lekker in de fik. Ah, oh, meen je dit? Oké. We staan wel even dik achter. Terwijl we maar met één man minder zijn. Kom op, dat moeten we even fixen. Waarom hitte ik... Mijn AR-aim is zo raar geworden. Vroeger als ik schoot, schoot ik gewoon hetzelfde als nu. Maar nu raak ik veel minder. Het is echt heel raar. En daar zit ik echt een guy weer heel sneaky. Heel kut. Ik ga wel even achter deze boom zitten en dan ga ik even iemand snipen. Ja, tuurlijk. Zit hij de hele dag daar te campen? Dan kom ik aan om even hem te killen. En dan, valt hij naar beneden, hè? Natuurlijk, joh. Oké, chill. Ik heb nog één mini. Hey, ik hoor een muntje hier. Zo, krijg je lekker veel XP voor. Ja, ik heb ze allemaal. Wauw. Meen je deze? Eén dikke killsteal. Oh mijn god, echt één dikke vieze vuile killsteal. Maar volgens mij komt hij... Dat muntje zit hier nog steeds een beetje te rinkelen. Oké, het zal wel. Ik ga hier in ieder geval weer even vandoor. Ik dacht dat ik daar iemand zag. ...95 hit met een paarse bolt. Ja, maar doe dan minstens een 100 hit. Kom op. Zo, die is dood. Ja, oké. Okay. Misschien had hij deze kill wel even verdiend. Anders was ik namelijk dood geweest. Oeh, waar komt die snipe vandaan? Hierboven, hè? Ja. Ik moet reloaden. Ik word hier zo hard genaaid. Dan moet ik weer reloaden. Wanneer ik mijn SMG nodig heb, dan moet ik hem altijd reloaden. Dat is zo hinderlijk, jongen. Ik kan daar echt niet tegen, gewoon. Oké, chill. Oh shit, we gaan dit keihard verliezen, man. Er zijn ook keiveel mensen geliefd overal.
You come after me, boy. Don't do that again, boy. Oké, die hadden we wel even goed, even lekker gekild. We zaten de hele tijd om elkaar rondjes heen te rennen. Ik dacht, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Jammer. Oké, we zijn helaas tweede geworden. 6 kills gepakt. Jammer. Oké, maakt niet uit. Oké, mensen, we zijn helaas tweede geworden. Maar ik vond het wel een leuk potje. In ieder geval, hebben jullie al genoten van deze video? Doe nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En druk op dat belletje om op de hoogte te blijven van al mijn nieuwe video's. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus...